De stranden liggen zondag al vroeg bomvol. Onder meer bij Kerkduin is rond 9 uur al geen parkeerplek in de buurt meer te vinden. Ook op de stranden van Scheveningen, Noordwijk, Katwijk en Westland loopt het storm. Op veel toegangswegen staat het verkeer al 's ochtends vast. En de politie roept op met bus of tram te gaan. Het installatiebedrijf De Verkaartgroep uit Wateringen maakt maandag een doorstart in afgezwakte vorm. Zo'n 30 mensen verliezen hun baan. Afgelopen week sprak de rechtbank het faillissement uit over een van de BV's van de onderneming. Dat treft de hele Verkaartgroep, zegt eigenaar Hans Verkaart. De Vereniging van Eritreërs voor de Mensenrechten demonstreerde zaterdag bij het Festival Eritrea in Rijswijk. Het Eritreese regime zou het festival organiseren. Dat zou zich schuldig maken aan het schenden van de mensenrechten. De organisatie van het Festival Eritrea ontkent de aantijgingen. Op het dak van een kantoorpand aan de Laan van Zuidhoorn in Rijswijk is zaterdagavond brand ontstaan. Deze is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in de installatie voor de glazenwassers. De brand was snel onder controle en bleef beperkt tot het dak. Er raakte niemand gewond.